op zoek naar het wijkgebouw Het Blok. Gaan jullie, komen jullie mee? Ja, ik denk dat. Volgens mij is hier het kopblokgebouw. Ja, het gebouw. Oh, ik zit even vragen. Hallo mevrouw. Hallo. Weet u misschien waar het wijkgebouw het kopblok staat? Ja, dat weet ik. Daar staan we pal voor. Zijn jullie toevallig van het persbureau? Ja. Nou, dat is geweldig. Ik verwacht twee dames die bij mij een interview af kunnen nemen. Zijn jullie dat? Ja. Ik ben Lina. Ik ben Wendy. En ik ben Michelle. Nou, geweldig dat we elkaar hier moeten. Gaan jullie mee naar binnen? Ja, natuurlijk. Oké. Okay. Nou, welkom. Dank u wel. Hier zijn we dus. Het kopblokgebouw. En hier hebben we dus heel veel dingen die gebeuren in de wijk. Waaronder dus ook waar jullie eigenlijk voor komen. Dat is dus de groep Ouderen in Beweging in Hillesluis. Waar ik jullie dadelijk dus heel veel over ga vertellen. Dus dit zijn de oude jongeren? Dit is dus eigenlijk de groep waar ik dus mee train. Dit zijn dus ouderen van verschillende leeftijden. De gemiddelde leeftijd is ongeveer 65 jaar. De oudste is 88. Er zijn twee dames van die zijn 88. En wij trainen dus op een toestel. Het is dus niet echt gym, zoals je dus gym kent. Het is een toestel geleverd door Jalp. En neergeplaatst door de deelgemeente Feyenoord. En die ouderen die zijn dus benaderd om te vragen of zij in een speeltuin willen komen. En ouderen zeiden gelijk, ja, wij gaan niet spelen in een speeltuin. Want dat is voor kinderen. Dus toen hebben wij uitgelegd wat de bedoeling was van het sporten. Dus het bewegen van ouderen in Hillesluis. En we doen het nu 4 jaar. Elke week gaan wij dus 1 keer met de ouderen, met een trainer. En ikzelf doe daar aan mee. Gaan wij dus trainen op het toestel in de speeltuin. Kijk, nu praten we er wel over. Maar kunt u ook een paar bewegingen voordoen? Ik kan heel veel bewegingen met alle liefde aan je voordoen. Oké. Evelien, hartstikke bedankt. Heel graag gedaan.